Het Raadhuisplein in Boxmeer is voor het tweede jaar op een rij omgetoverd tot een mobiel verkeersplein. Dick Jette, u bent de initiatiefnemer in. Wat is uw beweegreden? Waarom vindt u verkeersveiligheid zo belangrijk? Omdat ik vader ben van twee jonge kinderen. Kinderen die op de basisschool zitten, groep 4, 5, dat is een leeftijd waarin kinderen zich bewust worden van verkeer, waarin ze deelnemen aan het verkeer, maar waar ze nog niet voldoende inzicht hebben in wat er zo al buiten zich afspeelt. En dat is wat hier nu gebeurt. De kinderen krijgen echt inzicht bijgebracht in verkeer, in voorrangssituaties, in gevaarlijke en niet gevaarlijke situaties. Wie is er allemaal bij dit project betrokken? In feite twee partijen, Shell en Veilig Verkeer Nederland. En vanuit die samenwerking is dit verkeersplein ontstaan. Ja, het ziet er heel erg gezellig uit, maar het is toch voornamelijk ook gewoon echt een les? Ja, het begint eigenlijk vanaf de school. De weg hier naartoe is eigenlijk al onderdeel van de verkeersles. Want dan begint het natuurlijk al met opletten, instructies volgen van de leerkrachten en de begeleiders. En dan hier lijkt het inderdaad er allemaal heel gezellig en speels naartoe te gaan. Maar in de tweede helft van dit plein, van het gedeelte waar de kinderen hier aanwezig zijn, dan gaat het er serieus aan toe. En kunnen de kinderen echt serieus bekeuringen krijgen als ze niet goed hun best doen. Want zo is het in de buitenwereld ook. Wat hebben de kinderen aan voorbereiding gehad op school voordat ze naar het mobiele verkeersplein gingen? Qua voorbereiding hebben we een mooi lespakket gekregen vanuit VVN en Shell. En dat hebben we eigenlijk in de klas voorbesproken en voorbereid, zeg maar. Zodat we vandaag ook in de praktijk voortvarend verslag kunnen. Het programma hier op het Raadhuisplein bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Ik zie de vrachtwagen en inderdaad het parcours. Ja. Wat wordt er bij de vrachtwagen gedaan? Ja, dat is eigenlijk best indringend. Kinderen beseffen, ik denk zelfs dat grote mensen er niet eens beseffen wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet ziet vanuit zijn zitpositie achter het stuur. En kinderen krijgen hier inzicht wat de dode hoek van een vrachtwagen voorstelt. Ze gaan zelf achter het stuur zitten en zien wat ze niet zien. En dat is heel boeiend om dan vervolgens vanuit die positie te bekijken van op welke plek moet ik nu gaan staan om te zorgen dat ik oogcontact heb met een vrachtwagenchauffeur, zodat ik veilig kan deelnemen aan het verkeer. En hier bij de Schelters, gaat het om specifieke verkeersregels? Gaat het om alle verkeersregels? In feite komen eigenlijk wel alle verkeersregels aan bod. Je werkt natuurlijk alleen maar met theorie, met boekjes. Het is allemaal plat. En je kunt wel bepaalde dingen nabootsen, maar hier in de praktijk leren ze dus echt. Tijmen, wat heb jij vandaag geleerd? Het verkeer. Het verkeer, maar specifieker, wat dan? Ja, tot je bij een stopbord een paar seconden moet wachten. En tot je je hand moet uitsteken. En nog veel meer andere dingen. En wist je dat allemaal al? Sommige dingen wel. En wat heb je nieuw geleerd? Bijvoorbeeld dat je bij een stopbord 3 tellen moet wachten, want ik dacht dat je daar maar 2 tellen moest wachten. Ben je al bij de vrachtwagen geweest? Ja. En wat was daar heel belangrijk? Dat je niet achter de vrachtwagen, niet aan de zijkant en niet voor. En wist je dat ook allemaal al? Nee. Dus dat is een heel belangrijk iets wat jij vandaag geleerd hebt? Ja. We merken dat de kinderen het ook echt absorberen, de informatie die ze hier krijgen. En wordt er ook nog een verkeersexamen afgenomen? Krijgen de kinderen bijvoorbeeld een certificaat? Jazeker, ze krijgen een verkeerspleindiploma, een verkeerspleinrijbewijs. Als ze goed hun best doen, maar laten we wel wezen, het is ook een vorm van beloning dat de kinderen allemaal met dat bewijs terug naar school keren.